Hallo allemaal, we staan hier in de Valkenstraat en we gaan op bezoek bij Georgina Dorenpol. Ze is meervoudig straattalent en hier is het. Hallo. Hallo. Binnen. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Nee, maar dan kan ik jullie niet. Ik kom hier om een interview te houden, want het gesprek gaat over schaatsen. Ja. Vroeger zat ik ook op schaatsen, dat weet je, want ik zat ook bij jou. En ik vond je heel goed schaatsen. En daarom wil ik een interview over jou houden. Oké. Met jou. De eerste vraag is. Hoe en waar ben je begonnen met schaatsen? Ik deed eerst ijshockey en ik ben er van afgegaan, ik vond mijn moeder zo leuk. Dus toen had iemand me gevraagd om bij Lange Baan. Daar ben ik naartoe gegaan en ik reed bij Pijnakker, maar ik kom uit Den Haag. Maar toen was er iemand van Short Track en die vroeg toen aan mij als ik ook zou gaan kunnen shorttracken bij HVJW. Toen ben ik dat gaan doen en ik vond het heel leuk en dus toen ben ik eigenlijk een beetje in de sfeer gekomen. En toen ben ik ook wedstrijden en toen ging mijn broertje ook meedoen. En dat was heel leuk. En toen uiteindelijk ging ik ook bij Langbaan bij HVRW en zo is het eigenlijk een beetje in gekomen. En waar begon je broertje? Die deed het eigenlijk hetzelfde als mij. Hij ging ook short track bij ijshockey. Toen hij heeft niet eerder lange baan gedaan. Hij ging gelijk op short track omdat ik ook op short track zat. En dus mijn broertje ging ook short tracken en dat vond hij ook heel leuk. Dus toen begonnen jullie allebei. Ja. Tweede vraag. Kun je ons iets vertellen over short track? Ja, eigenlijk heel veel. Ik heb een paar dingen die ik goed kan vertellen. Dat is, short track is een soort van kleine rondjes van 110 meter is een rondje. En dan, je schaadt eigenlijk heel hard. Je hebt heel veel bescherming aan. Ik zal even wel laten zien. Even wat kleding laten zien. Dit is een nekbeschermer. Mm-hmm. En die gebruik je voor je nek. Want als je valt en je zit heel dicht op elkaar, dan kan er zo'n schaats in je nek komen. Oké. Dit is een schaatspak. Die heb je eigenlijk gewoon over je hele lichaam heen. En het is zo niet als gewone kleding. Omdat dan, als je dit pak aan hebt, dan heb je eigenlijk helemaal het helemaal om je lichaam heen en de glijdt wind langs je. Zo. Glijdt de wind langs je. En zo ga je sneller. Want als bijvoorbeeld zo broek slommer wordt, dan gaat de wind helemaal zo. Maar zo gaat het helemaal in de rechte lijn. En zo ga je sneller. Natuurlijk een vestje. En je hebt ook geen schermers. En klimschermers heb je nodig.
als je hard valt, kan je iets breken en dit is voor het tegen. Zo. Als je een schaatsscheen krijgt. En je hebt snijvaste handschoenen nodig. En die gebruik je omdat je vingers kunnen afgesneden worden. En als je dan geen snijvaste handschoenen aan hebt, dan gaat het zo er doorheen. En met snijvaste handschoenen niet. En waarom heb je eigenlijk een vestje nodig? Oh, dat is gewoon omdat het is heel koud. En als je dan schaatst, dan heb je het minder koud. En als je een vestje, als je onder stil staat, dan heb je het kouder. Want je staat natuurlijk wel op ijs. En bam. Oké. Derde vraag. Wat vind je het leukst van schaatsen? Ik weet eigenlijk niet meer zo goed. Maar het is gewoon heel leuk. Niet iedereen houdt ervan. Want je moet wel hard trainen en je moet heel veel dingen ervoor doen. Je moet echt een doorzettingsvermogen hebben. Dat heb ik ook niet zo. Maar je moet echt doorzettingsvermogen hebben om echt het leuk te vinden. Want het is wel zwaar. Ja, daarom vind ik het ook echt trainen. Ik kan eigenlijk niet zo goed uitleggen waarom ik het heel leuk vind. Heb je wel eens op natuurijs geschaatst en hoe vind je dat? Ja, ik heb het heel vaak. Ik heb het best vaak gedaan. En het is heel leuk. En je merkt wel dat het anders is dan op kunstijs. Eigenlijk ga je veel lekkerder dan op kunstijs. En ik vind het heel leuk. Ik heb gehoord dat je veel prijzen hebt gewonnen. Kan je ons iets vertellen daarover en laten zien? Ja, ik heb veel prijzen gewonnen. En ik heb er ook een paar. Een paar, ja. Waar heb je die voor gewonnen? Die? Deze heb ik voor skiën gewonnen. En dat is iets anders dan schaatsen. Dus de andere heb ik ook 4. Oh. Ja. Dit is een prijs van Laubaan. Die had ik toen gewonnen met de clubkampioenschappen. En toen was ik derde. Dit vind ik mijn mooiste. Dat was in België. En die is eigenlijk zelf ontworpen door iemand die het elk jaar doet. En hij maakt die altijd zo mooi. En dus vind ik dus heel mooi. Ik vind hem ook mooi. Ja. En dit vind ik mijn mooiste medaille. Ik ga wel zeggen waarom. Dit is een meisje. Die is overleden vorig jaar. Die heb ik dit jaar gewonnen. Die is overleden. Samantha Ende. En dit is de Samantha Ende bokaal. Dus het is eigenlijk een eer dat ik deze heb gewonnen. En het is ook eerste plek. En daarom vind ik deze ook de mooiste. En hier zie je haar foto dus. Ja, nu. Heb je wel eens in het buitenland gestaat? Ja, ik heb een paar keer in het buitenland gestaat. Ik heb in Duitsland, België. En dat was wel eens een beetje. En ik mocht ook eerder in München, Italië schaatsen, maar daar was ik nog niet te tafel. Oké. Zullen we naar beneden gaan? Want ik wil best wel even kijken hoe je skiert. Oké, dat kan wel. Kom maar nog mee. Kinder-Elfstedentocht. Heb je wel eens een keer meegedaan met Kinder-Elfstedentocht? Oké, waarom? Waarom Elfstedentocht? Waarom? Wat? Dat moet ik niet. Overnieuw. Nee, Ted.
anders staat dit er ook bij. Dit is een blunderstuk. Oké, go. Nou, heb je dat al gedaan? Ja. De kinderstuk. Ja. Oké. Kijk! Vind je dat leuk? Ja. Het is toch maar gewoon een vraag. Oké, zeg elkaar maar gedag. Doei. Doei. Oh, ja, wacht even. Heb je nog zo'n gewonnen? Ja, kom. We gaan naar boven. Oh jee, wat gaan ze nu weer doen?